De meldkamers voor noodoproepen van 112 zijn in Eindhoven en Den Bosch zwaar onderbezet. Blijkt uit onderzoek van het agentschap Telecom en de inspectie Veiligheid en Justitie. Door die onderbezetting zouden mensenlevens op het spel staan. De centrales voor spoedeisende meldingen moeten dag en nacht bereikbaar zijn. Maar ze hebben moeite de roosters in te vullen. Dat komt door een hoog ziekteverzuim en de vergrijzing. Om het probleem op te lossen draaien medewerkers extra diensten en daardoor is de werkdruk hoog. Hans Schoners van de politievakbond zegt dat het kommer en kwel is bij de meldkamers. Hij was tot 3 jaar geleden chef van de meldkamer in Den Bosch. Ik heb het rapport vandaag gelezen wat betreft Brabant Noord en er staat geen letterspaans in. Het is exact omschreven zoals de werkelijke situatie is. Mensen zijn bij de politie gekomen om te helpen. Nou, dat is ook jouw eerste behoefte die je hebt. Maar als de telefoon roodgloeiend staat en er zijn geen mensen of te weinig mensen die de telefoon op kunnen nemen. Dus je krijgt stress, je krijgt spanning, je krijgt, je wil helpen, helpen, helpen. Ik wil ook het volgende telefoontje doen. Ja, en daardoor kan een verkeerde inschatting gemaakt worden.